En moet je dan, als die situatie zich in de winter zou kunnen voordoen, dat heeft er ook met de strengte van de winter te maken. Mm. Ja, je gaat natuurlijk die gasvoorraden niet in één keer leeg trekken. En dan, zou je dus, dan kom je dus naar het soort scenario's. Wat meneer Vijlbrief, dus De staatssecretaris Veilbrief heeft aangeduid. Ja, dus echt als het aller, allerlaatste geval is, mm. zou je moeten kijken of je Groningen zou moeten op, kunnen oprekken. Ja. En dan kan je een beetje extra doen uit Groningen of heel veel. Maar hoe meer je extra doet uit Groningen, als je dat simpel stelt, hoe meer kans op aardbevingen. Dus ja. dat is een verschrikkelijk moeilijke afweging voor ja. de staatssecretaris. Nou ja, in feite zegt het staatstoezicht op de mijnen, het kan helemaal niet. Want dan krijg je aardbevingen. Ja, maar dan is uiteindelijk in Nederland zo geregeld dat dus de afweging, wie maakt de afweging, of, je, of mensen laat ik zeggen, misschien klinkt dat wat zwaar, maar he, uh, vriezen, bevriezen van de kou. En je hebt totaal onbetaalbare rekeningen. Hm. Dat moet je dan afzetten tegen een verhoogd risico van aardbevingen. Ja. Ik benijd niemand voor die keuze. Het is een soort onmogelijke keuze, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar zegt u dan toch met zoveel woorden: Ik zou er maar rekening mee houden dat dat toch moet komende winter? Nou. Ja, ik kom uit het bedrijfsleven. En als je drie scenario's hebt, dan wil ik eh, altijd, dan zet je toch een paar eh, intelligente mensen erop. Zeg je, wat doen wij aan voor? Wat kunnen wij doen aan voorbereiding in ieder scenario? Ja. Want waarom maak je die scenario's? Omdat ze kunnen gebeuren. Want ja. anders heeft